toen we Elgar zongen, dat vond ik zo ontzettend mooi. Het is zingen op de millimeter, beeldend, met een dramatiek. We gaan vandaag iets heel moois horen. Mijn persoonlijke keuze, twee kleine koorwerken van Elgar. De eerste heet Death on the Hills en de tweede heet They Are at Rest. Ik heb deze stukken gekozen omdat ze voor mij de ingang waren eigenlijk voor de koormuziek. Als kind wilde ik operazangeres worden. Wist ik al heel vroeg, op mijn 10e. En mijn hele jeugd heeft ook in dat teken gestaan. En koormuziek hoorde daar voor mij eigenlijk helemaal niet bij. Dus ik wilde eigenlijk naar het conservatorium. Maar mijn ouders vonden dat, leven als een zangeres, hoe instabiel is dat? Kun je niet beter naar de universiteit gaan? Dat vond ik eigenlijk ook wel een goed idee, want ik was heel erg verlegen. Dus toen ben ik muziekwetenschap gaan studeren. En daar was een koortje, gewoon voor de studenten die muziekwetenschap studeerden. En we hebben daar best wel veel stukken gedaan, maar toen we Elgar zongen, dat vond ik zo ontzettend mooi. Toen ik de keuze van Elsbeth hoorde, was ik verbaasd. In de zin van, ik had nog nooit iets van Elgar gezongen. Romantiek is niet echt waar ik echt mijn hart snel van ga kloppen. Dus ik dacht, oké, dat doen we dan. Ik doe wat ik kan en dan klinkt op een gegeven moment Elgar uit mijn mond. Maar het was geweldig. Toen ik het voor de eerste keer hoorde, heb ik mezelf, maar Elsbeth mij vooral, enorm verbaasd dat het heel prachtige muziek is. En beeldend, met een dramatiek die ik eigenlijk niet had verwacht. Normaal gesproken, als je de naam Elgar hoort, dan je denkt toch al, enigma variaties of vioolconcert, celloconcert of Last Night of the Proms, Land of Hope and Glory. Allemaal groot, pompeus, veel mensen. Maar deze stukken, daar weten we toevallig van, dat die heel klein bezet werden ook. Elgar zat vaak in het noorden voor de korenfestivals. En dan soms overnachtte hij dan bij de organisator in de pastorie. En dan kwam er wel eens een Madrigal Society. Die werd dan gevraagd om Elgar stukken daar te komen zingen. En die stond dan gewoon bovenaan de trap. Dus wat zal dat geweest zijn? Man of 8, man of 12. Eigenlijk wat we hier precies wat we hier doen. Naar aanleiding daarvan schreef Elgar, I had never heard him before, I never realized I had written anything so beautiful. Death on the Hills. Het is een beschrijving van een klein dorp waarbij iedereen al weet, oh, de dood komt eraan. De dood komt ons halen. En je hoort dus een soort mars, een cortège van mensen die aan het lopen is. En ze weten allemaal, de dood komt eraan. En die ouderen zeggen eigenlijk alleen maar, laat neem deze niet mee. Laat de kleine spelen. Laat de ouderen op adem komen. Doe het niet. En dan aan het eind van dat stuk komen de bassen erin. En ja, die vertellen wat ze komen doen. Als de bassen erin komen, nou, dan komt de dood binnen. En dat is een lijn die ook zich ongelooflijk fijn laat zingen. Nou, het is ontzettend beeldende. Hij kan zo beeldend schrijven. En nou ja, ontzettend mooi. Echt, ik kan het eigenlijk niet anders zeggen. Dus daarom Elgar. En deze twee stukken heb ik nog nooit gezongen. Dit was mijn kans dan nu met mijn collega's van het Kamerkoor om dat nu te doen. Dus vind ik heel leuk. Thank you.
Als je repertoire aandraagt voor het Nederlands Kamerkoor, ja, dan voel je je super verantwoordelijk. Je wilt A, dat iedereen het mooi vindt. En ik ben heel blij dat het ook bij Hans gelukt is met de hoogromantiek. Ja, want zij gaan iets zingen waarvan het voor jou ontzettend veel betekent. Ik wil eigenlijk dat ze het allemaal net zo mooi vinden als ik. Dus dat, nou ja, dat legt, de lat legt het wat hoger. Andere reden waarom het heel mooi is juist voor het Kamerkoor is dat in de hoogromantiek heb je best wel wat vrijheid. Je mag best wat persoonlijke inbreng hebben qua timbre, qua dynamiek, tempo. En met een dirigent als Peter Dijkstra, die laat ons behoorlijk vrij. Hij nodigt eigenlijk alleen maar uit van kom maar, geef maar wat. En als Peter te veel vindt, dan geeft hij dat wel aan. Maar in eerste instantie nodigt Peter uit met zijn dirigeerstijl. Nou, het fijne van het zingen in nu in dit Kamerkoor, wat nu zo klein is, is dat je met je collega's iets kunt bouwen en iets kunt werken waarvan je. Want het is zo klein, je moet echt heel goed opletten. Het is zingen op de millimeter, wat ik erg prettig vind. Ik sta dan in het midden van de twee bassen, maar het fijne is dat je verbindt de linker collega met je rechter collega. Dat doe je dan dus. Dus je bent enorm bezig om een mooi geluid maken en dat doen alle groepen. En dat doen alle groepen dan ook weer met elkaar. Dat is ingewikkelder als daar een heel groot koor zou staan. Het fijne van deze kleine bezetting is dat je het ook op echt mooi kunt brengen. En er ook nog over na kunt denken. Het tweede stuk dat we gaan doen is They Are At Rest. Als kind zat Elgar schijnbaar al tussen het riet aan de rivier om met papier erbij om op te schrijven eigenlijk wat hij hoorde. En dan niet alleen het ruiselen van het riet en het kabbelen van het water, maar hij had het dan over de source. Alles wat groter is dan ons. Heel spiritueel wordt dat. Maar er staat ook letterlijk in deze tekst dat zij die in het Hof van Ede zijn, dus de overledenen, dat het hun geluk is dat ze alleen maar naar dat soort geluid hoeven te horen. Het gezang van engelen en het ruisen van het water. En dat zit precies in die tekst. Thank you.
Hartstikke fijn. Dank jullie wel.